Ja, dag Stefan. Ja, Stefan, u kennen we al uit het vorige interview. Hè. Dag Stefan. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ja, Stefan, van u weten we al natuurlijk. Maar ik vond dat we de eerste helft gewoon alles domineerden. We hadden gewoon bal over de mannen, die kregen geen kans. Ja, ik en de Kurt, wij bleven als kansen krijgen en creëren. Met de ploeg, van achteruit te voetballen en zo. En we hebben de match gewoon de hele tijd beheerst. Er zijn twee gewoon uitgekomen. Nou, met de rust, twee naar voren keer. En gewoon blijven vasthouden. En, dan komen er een paar spelers met een hele trotse kop naar buiten. En ja, dan dubbel er ongeluk. Zijn we misschien met de verkeerde mentaliteit naar buiten gekomen? Bah, ik weet niet. Ja. Ik denk gewoon een beetje gebrek aan concentratie. Ik denk dat dat vooral was. Hoe komt het eigenlijk volgens u, Jimmy, dat we toch zo gemakkelijk die golen weggeven? Gewoon een nonchalantheid van sommige spelers. Jimmy heeft ook weer al twee keer gescoord. Weet eigenlijk al hoeveel doelpunten er gezet, Jimmy? Ik ben een teller op elkaar vooral om tellen. Ja, dat is omdat je er veel scoort, hè, Jimmy. Zegt gewoon dat je veel scoort, hè. Man? Ik denk... Sorry, hè, man. 13 of 14 goals heb ik al gezet. Dat is toch een mooie aantal, hè. En wat vonden van zijn laatste goal? Oh, die weet afgeweken maal of veel. Die ging er toch mooi in? Ja, tuurlijk. Gewoon, hij ziet de kans op de shot en hij trapt. En, die wijkt nog af en die gaat gewoon in de hoek. Dat is gemakkelijk. En Mon, denk jij nu dat ons scoringsprobleem is opgelost? We hebben 3 goals gemaakt en we krijgen de 4 tegens niet opgelost. Nee, maar ik bedoel dat wij kunnen scoren. Ja, het zal niet veel worden. Nee, dat is waar. Oké, bedankt Mon, Jimmy en Stefan voor dit interview. Graag gedaan.